Ik ben David Minne, ik ben ICT-coördinator van scholengroep Moorsledehem en ik ben het 200.000ste lid van Klassement. Ik heb mij aangemeld op Klassement om wat inspiratie op te doen om onze leerkrachten te kunnen ondersteunen tijdens hun lessen om gebruik te maken van ICT. In deze video geef ik jullie enkele tips die ik verzameld heb tijdens de voorbije 20 jaar in mijn job als ICT-coördinator. Voor mij is prioriteit nummer 1, dat de technologie die we gebruiken en de tools in de klas, dat die effectieve meerwaarde bieden voor de leerling en de leerkracht. Dus we gaan altijd vooraf gaan controleren in samenspraak met de leerkracht of de technologie of de tools die we gaan gebruiken, of die effectief een meerwaarde gaan bieden voor de leerlingen en voor de school in het algemeen. Ondersteuning voor de leerkracht is heel belangrijk, zowel op technisch vlak, maar ook op pedagogisch vlak. Wij proberen ervoor te zorgen dat de leerkracht heel snel en heel efficiënt bij ons terecht kan met zijn vraag, met zijn opmerkingen, met zijn feedback. Of ook om een stukje opleidingen te gaan voorzien tijdens zijn les, om hem te helpen in de integratie van de technologie. Voor mij is het heel belangrijk dat de leerkracht en de leerling centraal staan in alle beslissingen die wij nemen rond technologie of implementatie van bepaalde tools in onze scholen. Het is tenslotte de leerkracht die ermee aan de slag moet en het is toch de bedoeling dat er meerwaarde gecreëerd wordt door gebruik te maken van die technologie voor de leerling en of de leerkracht. Keep it simple. Daarmee bedoel ik, technologie en media zijn al niet evident voor een leerkracht om te gebruiken in de klas. Dus zorg ervoor dat het gebruik ervan heel laagdrempelig en eenvoudig is. Een concreet voorbeeld, wij proberen ervoor te zorgen dat leerkrachten met één login op alle platformen, op alle tools kunnen aanmelden. Dat zorgt ervoor dat de drempel om de technologie te gaan gebruiken een stuk lager ligt dan wanneer je met verschillende accounts en logins gaat werken. Probeer tijd te maken om een ICT-visie uit te werken. Dat heeft er bij ons voor gezorgd dat we toch nagedacht hebben over wat we doen, waar we mee bezig zijn en waar we naartoe willen. Op die manier kun je ook een jaarplanning gaan opstellen rond ICT. Ga ook eens kijken buiten uw schoolmuren, in andere scholen, maar ook in bedrijven. Het is altijd heel interessant om te zien hoe andere scholen en of bedrijven met technologie en media omgaan.